Ik ben Nick Teunissen, theatermaker. Een oer-Hollandse polderjongen op de grens tussen Oost en West. 25 jaar terug had ik hier niet kunnen zijn. Ik zou hier niet lopen, lachen, onbezorgd kunnen leven. Hier besef ik pas echt hoe broos vrede is. De voorstelling gaat over het feit dat mijn vriend een oorlog heeft meegemaakt. En dat ik dat wel herken en zie in onze relatie. Maar dat gaandeweg ik ook wel erachter kom van, oh, er zit wel heel wat meer in dat verhaal van wat je ooit hebt meegemaakt. En dat wil ik weten en daar ga ik naar op zoek. En dat is moeilijk, want daar komen bij tijd en wijle herinneringen omhoog. Maar we gaan er samen doorheen en wij zoeken samen naar het verleden en dus ook naar die pijn. Dit verhaal speelt zich voor een groot gedeelte af in Sarajevo, Izmir's geboortestad. Het is daar mooi. Even een keer. Rust. Ja. Dit is een verhaal op het pap. Het speelt zich voor een groot gedeelte af in Sarajevo. Dit verhaal speelt zich voor een groot deel af in Sarajevo. Izmir's magische geboortestad. En jongens, het is daar mooi. Waarom wilden jullie dit stuk maken? Ja, ik denk dat wij in Nederland vergeten zijn wat oorlog met mensen doet. En we herdenken dat wel op 4 mei. En dan worden er ook heel veel mooie initiatieven ondernomen om daarbij stil te staan. Dan gaat het leven weer door. Maar wat houdt dat herdenken dan echt in? En wat zit er dan voor jouw gevoel? Wat doet dat oorlog met mensen? En dat is natuurlijk een heel actueel thema. En ik wilde dat ook zelf gewoon als theatermaker weten. Van wat doet dat met mensen? Nou, degene die het dichtst bij me staat, heeft dat meegemaakt. Dus ik wil dat weten. En ik hoop dat ik met dit verhaal en met deze voorstelling mensen dat gevoel een klein stukje kan meegeven. Number one in Balkan. Jawel, dat is zo. Nick. Hallo. Jawel, papa, dat is zo. Nick, hallo. Wil je proeven? Het lijkt me moeilijk om als theatermaker jezelf eigenlijk te zijn op het podium. Want ja. je vertelt je eigen verhaal. Het verhaal van de mensen van wie je houdt. Dat klopt. Dat is eigenlijk het moeilijkste. Want het is natuurlijk heel, nou niet makkelijk, maar het is natuurlijk heel prettig om te leunen op een collega-acteur of op een rol of op een stuk wat iemand anders heeft geschreven. En dit is gewoon, ja, je moet jezelf zijn. Dus je moet alle lagen eraf gooien die je maar enigszins had bedacht om erop te gooien. En je moet niks zijn op het podium in dit geval. Maar ja, daarmee ook nog eens een keer, en dat is moeilijk, ook schakelen tussen mensen die ik moet uitbeelden. Want er zijn, ja, het is alleen Nick. Maar Nick speelt ook een papa en Nick speelt ook een moeder en Nick speelt ook zijn eigen partner die tegen Nick praat. En Nick praat tegen zijn partner. Dus ja, het is hogere wiskunde. Maar ik heb gelukkig een hele goede regisseur. Ik wil daar een beetje emotie in horen, snap je? Ja. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. We hebben een geweldige klik. En, ik voel zijn verhaal aan en ik kan hem helpen om zijn eigen verhaal, omdat het zo dichtbij is, te voorzien van een theatraal randje, waardoor het dichtbij blijft, maar ook universeler wordt en misschien voor het publiek wat makkelijker toegankelijk. Nick, wat jij zegt over mij, dat je van koffie houdt en van roken, mama, dat vinden mensen niet interessant. Jawel. Dat vindt niemand interessant. Jawel, mama. Waarom jij... Waarom je vertelt niet over die natuur? Of is hij te vet? Mag nog een beetje humor. Zeg, waarom vertel je niet over de natuur terwijl ze bijna stikt in de rook? Ja, is toch geweldig? Wat moet bijblijven bij de mensen die kijken? Persoonlijk zou ik het heel mooi vinden dat je in ieder geval ziet dat mensen heel krachtig zijn. En vaak als het gaat over oorlog, dan zeggen mensen, oh joh, wat zielig allemaal. Nee, mensen zijn heel veerkrachtig. En je kunt er dus ook overheen komen en een heel gelukkig mens worden.